Wijn van tijgerbotten wordt in Oost-Azië van oudsher gebruikt als lustopwekkend middel. Maar doordat er steeds minder tijgers zijn, stappen handelaren over op een andere soort die snel in aantal afneemt. De leeuw. De Zuid-Afrikaanse handel in leeuwenbotten vertoont overeenkomsten met de handel in tijgerbotten. De meeste leeuwenbotten, die vanuit Zuid-Afrika naar Azië worden geëxporteerd, zijn bijproducten van de leeuwenjacht en afkomstig van dieren die in wrede omstandigheden worden gefokt. Op deze manier brengt de Kent Hunting-industrie ook leeuwen in het wild in gevaar. Aziatische kopers betalen meer voor botten van wilde dieren. Door de enorme vraag naar botten in Azië zou de illegale jacht op wilde leeuwen kunnen toenemen. Er is een oplossing. Samen kunnen we iets bereiken door onze stem te verheffen. Help viervoeters deze leeuwen te redden. En roep op tot een verbod op Kent Hunting.